De Nijmegen Devils mochten vrijdagavond weer het ijs op, maar deze keer niet voor zomaar een wedstrijd. De club wilde met een benefietwedstrijd zoveel mogelijk geld ophalen voor de Sint Maartenschool. Hier zitten kinderen op school met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Het is de snelste teamsport ter wereld, dus je staat met z'n zes op het ijs, 5 spelers, 1 goalie, keeper dan. En eigenlijk is het gewoon 3 keer 20 minuten de hele tijd vol door. Het blijft doorgaan, als een fluitje gaat, stopt de tijd ook. Dus eigenlijk is er helemaal geen tijd voor iets anders dan ijshockey. Vrijdag was een speciale wedstrijd. We hebben een actie opgezet voor de Sint Maartenschool. De Sint Maartenschool is voor de meeste mensen wel bekend omdat het een school is voor mensen of kinderen met een beperking. Lichamelijk of geestelijk. Mijn oudste dochter zit daar op school en zodoende zijn we dit op de idee gekomen. Het doel van deze wedstrijd is om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Daarom spelen de Devils in een speciaal tenue. We hebben veiling, we spelen in speciale Happy New Year shirts. Dus die worden geveild na de wedstrijd. Er worden vanop Marktplaats was er al een tijdje, volgens mij een week of zo, tot mensen konden bieden en bieden. Dus hopelijk halen we een mooi bedrag op. Ja, die mensen die daar werken, die hebben geen beroep, maar een gave. Weet je, het is gewoon heel, heel mooi om te zien hoe die mensen met die kinderen allemaal omgaan. En wat ik al zeg, daar heb je echt een gave voor nodig. Dat is niet makkelijk, laat ik het zo zeggen. En die mensen die zijn zo liefdevol naar die kinderen toe. Ja, dat is gewoon heel mooi om te zien. Het team heeft in ieder geval veel vertrouwen in de wedstrijd. Wat verwacht jij van vanavond? Ik verwacht wel winst, zeker. Ja, winnen. En hoeveel? Misschien wel een voorzichtige 7-1 of zo. Wauw, positief! Ja, nee, geen idee. Ik hoop het. Dus ik hoop met dikke winst vanavond. En dat winnen is zeker gelukt. De Nijmegenaren zijn geëindigd met een winst van 8-2. Maar niet alleen op het ijs zijn ze goed bezig geweest. Ook heeft de avond een mooi bedrag opgeleverd. €4.533 voor de Sint Maartenschool.